Ik heb een heel goed seizoen gehad. Ik heb mijn vierde meetmoment geplaatst voor de Europa Cups. En op de Europa Cups heb ik van de vier heb ik drie prijzen gehaald. En toen heb ik een witte plaats voor alle drie de eindtoernooien, het EK, WK en de Jeugd Olympische Spelen. En op het EK heb ik een brons verloren. En op de Jeugd Olympische Spelen en het WK heb ik het goed gemaakt, waar ik op de Jeugd Olympische Spelen een tweede plaats heb gehaald en op het WK een derde plaats. En daar ben ik heel erg tevreden over. Ik ben een hele aanvallende judoka die altijd graag wil scoren. En ik zet mijn tegenstanders vaak onder druk. En door een heel hoog tempo op te leggen. En vanuit daar probeer ik te scoren. En ik ben zelf conditioneel sterk gebouwd. En als je mijn partij ziet, ben ik ook echt de hele tijd druk bezig. En aan het sleuren mijn tegenstander alle hoeken van de mat proberen te laten zien. En vanuit daar te scoren en voor de winst te gaan. Ja. Ja, het was echt een heel mooi moment toen ik van hem won. En toen moest ik nog de partij daarna om rond. Toen wist ik gewoon dat ik die ook ging winnen en ik ging er vol in. En gelukkig heb ik die ook gewonnen. En dat is wel echt het mooiste moment. En ook dat ik toen ik brons gewoon naar mijn trainer liep en allebei echt super blij. En ik hem in de armen sprong, dat was echt een heel mooi moment. Dit seizoen specifiek is natuurlijk een mooi seizoen omdat hij laatste jaar met 18 is. Dat betekent dat je de laatste jaar in die leeftijdscategorie mag judoën. En we hebben bepaalde doelen die je wil behalen samen. En zijn we 12 maanden geleden begonnen. En in 11 maanden zijn we naar 10 landen geweest waarbij hij heeft laten zien dat hij heel het seizoen eigenlijk gewoon presteert. En ook uniek is in zijn prestaties. Goed, maar lang maken. Ja, insteken. Controleren. Ja, rotie, draaien. Goed, andere kant op. Ja. Ik heb nu in mijn leeftijdscategorie wel het maximale eruit gehaald. En nu ga ik naar de onder 21 jaar. En als ik nou zo door blijf ontwikkelen, dan ga ik over een paar jaar, 1 of 2 jaar. Ga ik dan naar Papendal heen. En vanuit daar kan je zeg maar naar de echte top. Naar de Olympische Spelen en zo. En dat is natuurlijk waar ik uiteindelijk heen wil. Hoe ver kan hij het schoppen, denk je? Ik denk heel ver hoe hij nu is. En ik heb er vertrouwen in dat hij ver gaat komen. En hoe ver is natuurlijk wel lastig om te zeggen, omdat hij nog wel jong is. Maar ik denk wel dat we hem nog wel op televisie gaan zien. Ja, mijn grootste droom is natuurlijk op de Olympische Spelen in 2024. Dat ik daar en 2028, daar wil ik sowieso staan. En hopelijk Olympisch kampioen worden. Dat is de ultieme droom voor mij. Zijn